Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij Bommelbeef voor een interview met Barjan. Voorstellen en kort vertellen wat hier op de Wilhelminahof allemaal is. Wat er op de Wilhelminahof allemaal gebeurt. Nou, ik ben Barjan Hooyer, eigenaar, boer van deze boerderij, de Wilhelminahof, waar Bommelbeef wordt geproduceerd. Dat zijn door ons zelf gefokte Piemontese runderen, waarvan we het vlees zelf vermerkten. Middels vleespakketten, middels wat losse producten, middels wat biefstuk, stoofvlees, hamburgers. Ook heel bekend is onze smoker. Waarom heeft Bommelbeef voor de Piemontese runderen gekozen? Waarom hebben wij voor Piemontese runderen gekozen? Wij zijn eind jaren 80 al beginnen te experimenteren met diverse verschillende soorten of verschillende rassen vleesvee, onder andere blonde Aquitaine, Limousine, Piemontese, verbeterd roodbont, Belgisch blauw, van alles geprobeerd en uiteindelijk bleef om de beste vleeskwaliteit te halen, bleef de Piemontese over. Ook qua karakter, werkt makkelijk, makkelijke geboortes, weinig keizersnedes, kalfjes groeien goed, kleuren mooi. Ja, gewoon een plaatje om te zien. Oké, en waarom heb je gekozen voor samenwerking met Local to Local? Wij zijn daarvoor benaderd en ik geloof in de kracht van samenwerken. Wij hadden al een behoorlijke klantenkring zelf opgebouwd. Maar door samen te werken kunnen we meer mensen bereiken. Kunnen we meer mensen laten genieten van de producten die Local to Local kan bieden. Oké, dankjewel.